Wow, kijk deze te kijken, bril jongen. Het is de Razer Anzu. Ja, de smart glasses van Razer. En denk je van Razer en smart glasses? Ja, ze doen dat inderdaad. Ze gaan gewoon in die markt stappen. En ik ben hier dus om jullie uit te leggen of je het nou wel of niet moet kopen. Op eerste gezicht ja, zien ze er op zich netjes uit. Alleen natuurlijk, de pootjes zijn wel vrij fors. Het moet je maar net bevallen. Qua comfort is het op zich niet heel slecht. Ik bedoel, het zit niet verkeerd aan mijn oren. Ik krijg niet last van mijn oren. Het is op zich wel comfortabel. Maar ik vind ze een beetje te apart uitzien, waardoor ik ze zelf persoonlijk niet zou willen dragen. De gebruikte plastic is ook glossy, wat ik dus persoonlijk niet heel fijn vind. Puur omdat het heel snel vingerafdrukken achterlaat en krasjes kan bevatten. Dus persoonlijk had ik liever eigenlijk toch wel mat willen zien. En dat vind ik ook wel een beetje... Nou, hoe zeg je dat? Stoer eruit zien. Voor de rest, als je kijkt naar de brillen, zie je dus aan de zijkant een klein knobbeltje zitten. Of een hobbeltje, of een bobbeltje, hoe je het ook maar wil noemen. En dat is voor de touch controls. Dus daar kun je op tappen en dan, dan kun jij dus je media aanpassen zoals jij het wil. Aan beide kanten heb je deze functie trouwens, links en rechts. Dus je kan gewoon beide kanten kun je dus je media mee bedienen. Aan de onderkant zie je nog wat enkele koperen plaatjes die je kan opladen met een USB-A-kabel die dus meegeleverd wordt. En deze splitst zich uit naar twee uiteinden. Die kan je met een magneetje zo erop zetten. Oh, even omdraaien, dan is je wel goed. Zo. En die andere is hier. Ik ben eventjes niet heel handig bezig met mijn handen en alles. Maar goed, je idee snapt het. Beide kanten moeten dus apart opgeladen worden. Want er zit niet één kabeltje die door het hele montuur zelf heen gaat. Dus twee verbindingen na uiteindelijk één USB'tje en that's it. En ook nog een handige feature wat deze bril trouwens heeft, is wanneer je dus de bril dichtklapt, dan gaat de Bluetooth verbinding automatisch uit. En wanneer je hem openklapt, gaat de Bluetooth verbinding automatisch dus aan. Dus super handig. Hoef je geen knopje of dingetje hierop te hebben. En dat is gewoon handig. Verder krijg je ook nog bij de Razer Anzu nog een draaghoesje erbij. Wat super handig is. Met een voorvakje. Hier kan je dus bijvoorbeeld de bijgeleverde brildoekje. Kun je dus bijvoorbeeld erin doen. Of trouwens beide kan ook. Je kan natuurlijk je andere glazen daarbij instappen. Mocht je dat willen. Want je krijgt namelijk ook bij de Razer Anzu extra glazen bij. Dus je hebt dus de normale, deze dus. En dat heeft een blue light filter die dus alle schadelijke blauwe lichten een beetje doorheen filtert. Of althans 35% van de schadelijke lichten. En je hebt ook de zonnebrilglazen natuurlijk voor als jij naar buiten gaat en een zonnetje mee wil pakken, maar niet in je ogen. En het vervangen trouwens van deze glazen is super makkelijk. Je hoeft niet naar een opticien toe of helemaal moeilijk te doen om de glazen te vervangen. Het is simpelweg gewoon... Je vinger op de bovenzijde houden, je popt ze eruit en je pakt je vervolgens je andere glazen en die zet je er gewoon vanaf de voorkant trouwens, niet van de achterkant, maar van de voorkant druk je ze in. Druk je ze. Zo. Druk je ze in en dan ben je helemaal klaar om verder te gaan. Natuurlijk wel even schoonmaken, want je vingers gaan natuurlijk alles aanraken en dan wordt het allemaal viezig en smoezelig en mistig en... Ja, schoonmaken dus. Dus dan gaan we over naar de geluidskwaliteit. Hoe is het nou en is het nog wel een beetje te doen? Om eerlijk te wezen, ik vind ze zelf niet heel fantastisch klinken. Ik merk wel dat Razer enorm de low-end probeert te benadrukken met deze speakertjes. In plaats van dat ze de highs en de mids gewoon lekker helder oppakken. Want natuurlijk, het is een open-air design, dus veel bas kun je al niet verwachten. En dan denk ik ook niet dat Razer juist dat zou moeten benadrukken. Gelukkig heb je nog een app erbij waarbij je dus equalizers kan aanpassen. Waardoor je het dus toch nog een stuk helderder kan maken. Maar ik merk toch wel echt dat de lows voornamelijk worden benadrukt. Wat ik wel een beetje jammer vind. Maar al in al heb ik een vergelijking met iets waar het naar klinkt. Dan zou ik zeggen, ik denk wel je smartphone speakers. Zo klinken ze ongeveer wel. Ze klinken net een tikkeltje beter. Maar ook niet heel veel meer. Dus dat de referentie. Niet heel fantastisch. En ook verder heeft de Razer nog een feature op de low latency audio modus. Waardoor je dus met weinig vertraging je geluid dus kan horen.
Dus niet dat je opeens een YouTube filmpje kijkt of lekker aan de gamen zit op je telefoon en letterlijk dat je geluid een seconde later aankomt. Dat heb je dus hier niet mee. En dat is super fijn. 60 milliseconden zeggen ze. Nou, om het exact te meten, dat kan ik dan niet echt. Maar ga maar vanuit dat het gewoon goed zit. En dan een microfoon. Klinkt het microfoontje in de bril nog aardig goed of is het gewoon bagger? Ik kan zeggen, het klinkt op zich redelijk goed. Natuurlijk is het niet zoals een studiomicrofoon, dat het hartstikke helder is en dat soort dingen. Maar je kan gewoon goed verstaan wat er gezegd wordt door deze bril, zonder allerlei storende geluidjes omheen. Dus dat betreft is het gewoon dikke prima. Dus dit is hoe de microfoon klinkt van de Razer Anzu Smart Glasses. Om eerlijk te zijn vind ik de microfoon op zich prima verstaanbaar, maar het is ook niet het meest heldere, fantastische geluid ooit. Dus wat vind ik van de Razer Anzu bril? Om heerlijk te wezen, ik zou hem niet zo snel kunnen aanraden. De speakers klinken gewoon oké, maar niet zo heel denderend. Waar ik zelf meer naar zit te kijken is eigenlijk van koop gewoon een aparte zonnebril. Voor 50 euro misschien, misschien ook zelfs goedkoper eraan, want je hebt ze ook heel goedkoop. Koop dat. Koop een Bluetooth speaker erbij, hang die vast aan je tas. Dan heb je ook nog een speaker die je overal nergens kan gebruiken. En dan heb je ook nog veel betere audio-kwaliteit mee. Want ik zie mijzelf hier niet zo snel mee gaan lopen. Het geheel zit wel hartstikke goed in elkaar. Ik bedoel, bouwkwaliteit is goed en het werkt gewoon allemaal prima. Alleen, ja, ik weet niet. Ik vind 210 euro vind ik gewoon veel te duur hiervoor. Als ik zelf echt kijk naar wat ik zou uitgeven, dan zou ik misschien maximaal 100 euro voor zoiets willen uitgeven. Daarom beoordeel ik de Razer Anzu. Wat zit op zich goed in elkaar, maar de prijs is duur, dus ik beoordeel het. En wat beoordeel ik het, Mel? Give me it. Give me die cijfer, Mel. Wat zou jij dit geven? Wat? 210 euro. Deze bril. Wat voor rating? Een 2? Een 3. Verandert dan weer naar een 3. Ja, 3? Nee, jij moet het doen. Jij nee, jij bepaalt het. Jij hebt het ook helemaal uitgeprobeerd. Wat? Niet zo lang. Hoe beoordeel je dit? 3. Een 3? Ik beoordeel het een 3,5. Nou, ja, een half meer. En dat was de video. Ik doe wel halve sterren. Nou, doe ik 3 1/4. 3 1/4, oké. Maar ik doe halve sterren, niet 1/4. Maar goed. 3,5 sterren dus voor de Razer Anzu. En daar heb ik maar mee te doen. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.